CD&V maakt zich op voor een feest. Straks viert de partij haar 10-jarig bestaan sinds de naamsverandering. In 2001 werd de toenmalig CVP omgedoopt tot CD&V, wat staat voor Christen, Democratisch en Vlaams. De partij klom in die voorbije 10 jaar eerst uit een diep dal, mede dankzij het kartel met N-VA. Maar sinds 2007 gaat het weer bergaf, met als dieptepunt de federale verkiezingen van juni vorig jaar. Een overzicht door Hanne de Kouteren. De nieuwe naam die ik voorleg aan het partijbestuur morgen is CD&V. Dat is Christendemocratisch en Vlaams. Toenmalig CVP-voorzitter De Klerk kondigt de naamsverandering van zijn partij aan. CVP wordt CD&V. We schrijven 2001 en de Christendemocraten zitten in het slop na de zware verkiezingsnederlagen 99 door de dioxinecrisis. Wat nadien volgt is een nieuwe voorzitter en een Valentijnskartel met N-VA. Toen ik mijn huidige echtgenote de eerste keer vroeg of het aan kon zijn, was het nee. Ik heb het ook 2 keer moeten vragen. En ondertussen zijn we sinds ongeveer 20 jaar getrouwd. Het betekent grote ommekeer. Ze trekken in juni van datzelfde jaar samen naar de Vlaamse kiezer. Met succes. Na 5 jaar oppositie zitten de Christendemocraten weer in het zadel. Yves Leterme wordt minister-president van de Vlaamse regering. En 3 jaar later veroveren ze opnieuw het federale parlement. Dit is een vooruitgang. Dit is een overwinning die te danken is aan heel de ploeg. Heel de ploeg van CD&V N-VA. En die N-VA wordt altijd maar belangrijker in de ploeg. Er volgen moeizame onderhandelingen. Het kartel loopt een jaar later stuk op onder meer de staatshervorming. Eind december 2008 zorgt een gelekte brief rond het Fortis dossier voor de val van de regering, Leterme 1. Het is een zinkend schip waar dat ratten er al een beetje beginnen van afspringen. Zo erg is het momenteel. En het gaat van kwaad naar erger voor de CD&V, waar het kartel in 2007 hoge toppen scheert en tekent voor bijna 30% van de stemmen, valt de CD&V bij de laatste federale verkiezingen van 2010 naar 17,4%. Een historisch dieptepunt voor de partij. En mee door de slechte verkiezingsuitslag ben ik ervan overtuigd dat het beter is om de fakkel nu door te geven. En Wouter Beke neemt die fakkel over en houdt zich nu al meer dan 500 dagen bezig met aardsmoeilijke regeringsonderhandelingen waar hij de CD&V-meubelen probeert te redden.